Het is aftellen voor Katja Schuurman, 45, de actrice en presentatrice is inmiddels alweer dik 7 maanden zwanger. Genoeg reden om nog even wat quality time in te plannen met dochtertje Sammy 10, voordat de kleine spruiter is. De twee gingen gezellig samen lunchen en waar doe je dat anders dan in een van de restaurants van je grote liefde, een van de leukste dingen in mijn leven, chic lunchen met mijn dochter, begint ze haar verhaal bij het zoete kiekje. En dan ook nog met mijn andere dochtertje in mijn buik, in een van mijn liefjesrestaurants, wat een geluk. Freek en Katja kijken reikhalzend uit naar eind augustus, dan is de krullenbol uitgerekend. Hoe ze zich momenteel voelt, ik ben kapot, geeft Schuurman toe. Dat babytje vraagt zoveel van mijn energie, niet normaal, gelukkig voelt ze zich over het algemeen wel goed. Maar ook irritant moe, ja, mijn leeftijd heeft er vast en zeker mee te maken. Wie gaat er nou in godsnaam op zijn 45ste zwanger worden, haha. Ik had niet verwacht via de natuurlijke manier in verwachting te raken, vertelt Katja eerder aan Story. Met mijn arts had ik afgesproken dat ik Clomid zou gaan slikken. Dat heb ik 10 jaar geleden ook gebruikt om zwanger te raken van mijn dochter. Het is voor het eerst dat Katja onthult dat ze in het verleden gebruik heeft gemaakt van hormoonpillen om een kindje te krijgen. Clomid bevordert de rijping van eicellen in de eierstokken en zet de eisprong in gang. Het wordt gebruikt bij verminderde vruchtbaarheid, ik ging ervan uit dat ik het weer zou moeten gaan gebruiken. De verrassing was dus groot toen bleek dat ik zonder deze pillen toch in verwachting bleek te zijn. Ik hoefde niet aan de hormoonpillen. Het wordt gebruikt bij verminderde vruchtbaarheid, ik ging ervan uit dat ik het weer zou moeten gaan gebruiken. De verrassing was dus groot toen bleek dat ik zonder deze pillen toch in verwachting bleek te zijn. Ik hoefde niet aan de hormoonpillen.